Druk. Heel druk, zoals je ziet. Het is iedere dag eigenlijk zo druk om deze tijd, hoor. Nou, dat ze voordringen en zo. En dat ze eerst met ze zeggen, ik ben voor. Toen de ring A10 opgeknapt werd, toen voeren er 2 ponten. Dus dan ging die om de 10 minuten. En dat was heel erg prettig. Hoe ervaart u het nu? Ja, druk. Altijd druk. Dus jammer dat die tweede pont weer weg is. Al vroeg in de ochtend is het een drukte van je welste bij de Hempot in Zaandam. Erik Zijlmeijer van Democratisch Zaanstad neemt de pont iedere dag om op zijn werk te komen. Het kan in de spits zo druk zijn dat fietsers naar het middendek worden gedirigeerd en dat het zelfs daar druk wordt. En dan, daar heb ik dus laatst een opmerking over gemaakt dat het echt wel tijd wordt voor een tweede hempont. De pont gaat maar 3 keer per uur en dat zorgt voor lange wachttijden en chaos. Zou een tweede pont een oplossing zijn? Voor de fietsers en bromfietsers zou dat wel een hele grote oplossing zijn. Want ze moeten, als ze net missen, moeten ze 20 minuten wachten. U wacht niet op ze? Nee, we gaan gewoon op tijd weg. Volgens het GVB wordt de reservepont alleen ingezet bij extra drukte, zoals dit weekend als de Koentunnel dichtgaat, of bij noodgevallen. Een extra pont kost 5 miljoen euro. Het is de vraag of Amsterdam en Zaanstad dat willen betalen. Maar ja, het is ook niet alleen Zaanstad en Amsterdam die gebruik maken van deze pont. Er komen burgers uit Castricum en zelfs uit Alkmaar over deze pont elke dag. Dus het is misschien wel een regioprobleem.